Tijdelijke verkeerslichten aan de Oranjesingel in Nijmegen waren dinsdagmiddag enige tijd buiten werking. Een wagen van een pakketdienst had bij het achteruitrijden de overhangende kabels kapotgetrokken. Verkeersregelaars werden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden, maar op de singel liep het enige tijd vast. De bezorger van de pakketdienst reed achteruit op de ventweg toen hij de kabels raakte. De schade aan de verkeerslichten werd net voor de avondspits hersteld.